Ja, hartelijk welkom bij de persconferentie in de afloop van de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en AZ. Ik geef graag het woord aan Arne Slot, trainer van AZ. Dankjewel. Vorige week tegen Ajax lukte het ons om in de 90ste minuut een goal te maken. Dat waren natuurlijk 3 bonuspunten waardoor het ons lukte om naast Ajax te komen. En dan moet je een week later uit naar Sparta. Waarbij Sparta de afgelopen weken uit wat minder resultaat heeft gehaald, maar thuis daarentegen wat heeft aangetoond een hele sterke ploeg te zijn. Ik heb in aanloop naar de wedstrijd aangegeven bij de jongens dat wij dit seizoen al heel veel uitwedstrijden hebben gewonnen, maar dat het verschil dichter bij elkaar lag dan de uitslagen over het algemeen deden vermoeden. Als ik even kijk naar de wedstrijd tegen Utrecht en tegen Zwolle, dan hebben we ook daar de eerste 20-25 minuten lastig gehad zonder grote kansen weg te geven. En dat wij vervolgens zelf een goal maakten en die wedstrijd naar ons toe liep. Nou, vandaag was het compleet tegenovergestelde geval. Sparta begon gelijk al heel sterk. Het was al het tweede moment dat ze dreigend doorkwamen waar Marco Bisot dus moest ingrijpen en wij een rode kaart tegenkregen. Ja, en dan wordt het natuurlijk niet eenvoudig hier bij Sparta. Zeker niet als je niet veel later een afstandsschot van 20 meter de kruising in vliegt. Dus kwamen we 1-0 achter en had Sparta het strijdplan wat ze hadden, konden ze nog beter uitvoeren. Want wij stonden met een man minder en ze probeerden een zeer succesvol veel ballen achter onze laatste lijn te leggen. En daar met de snelle mensen die ze hebben op te gaan lopen. Nou, dat was met 11 tegen 11 al heel lastig geworden, want we hadden niet voor niks al twee momenten weggegeven. Maar het werd met 10 tegen 11 zo goed als onmogelijk. En ik vind dan ook dat we zo goed als een kansloze nederlaag hebben geleden, waarbij je nog één kwartiertje zou kunnen benoemen waarin je het gevoel had, wie weet zit hier nog wat in. En dat was het laatste kwartier voor rust, waarin we wel een paar keer met een redelijke aanval doorkwamen. Ja, en dan zou je kunnen zeggen, ja, als je dan ergens een goal weet te maken, wie weet is het nog wat haalbaar. Maar niks was minder waar, want de tweede helft begon en het kreeg Sparta ook gelijk alweer kansen met uiteindelijk de penalty en met een 3-0. En was ik als trainer van AZ nog blij dat het bij 3-0 bleef. Daar hebben we uiteindelijk ook naar gewisseld. Door nog meer verdedigende zekerheid in te brengen. Door Teun naar achteren te halen, want Jordi had al geel met de strafschopsituatie. Dus je moest er niet aan denken dat je nog met 9 man had komen te staan. En hebben we vandaag een dik verdiende nederlaag geleden tegen een heel goed Sparta. Dus gefeliciteerd. Ja, dankjewel Arne. Geef ik het woord aan Henk Vrezer van de Sparta. Ik heb niet zo heel veel toe te voegen, omdat uitstekende analyse. Ik denk, een aantal momenten helpen ons wel in de wedstrijd natuurlijk. Ik denk de gekozen tactiek, dat die wel oké was. Maar ik denk dat de rode kaart, maar zeker ook het doelpunt van Awassar ons aardig op weg hielp. Ja, en nogmaals, voor de rest heb ik weinig toe te voegen. Ik denk dat we heel blij zijn met die 23 punten. Ik zou zeggen op naar de tweede helft van het seizoen. Je zal misschien gemerkt hebben, je hoort het ook misschien aan mijn stem, dat ik niet helemaal gerust op was. Maar dat is juist uit heel veel respect voor de tegenstander. Omdat we ook wedstrijden hebben gezien, bijvoorbeeld tegen Partizan, waar zij met 10 man kwamen te staan en dat uiteindelijk ook gewoon nog gelijk maken en zelfs hadden kunnen winnen. Dus we weten wel de kwaliteiten van de tegenstander. Nogmaals heel veel respect voor. Waar het respect ook voor is, moet ik eerlijk zeggen, voor de supporters. Aan het einde van de wedstrijd, de supporters van AZ. Ik moet zeggen, schitterende club, schitterende supporters en de spelers super, super sportief. Dus wat dat betreft ook een voorbeeld voor mijn spelers. Dan kun je begrijpen meteen waarom wij heel erg blij zijn om van deze ploeg te winnen. En vooral omdat we nogmaals met een goed gevoel alsnog de winterstop in kunnen gaan. Ik heb begrepen dat een aantal mensen ons al een crisis aan wilden spreken, of aan wilden praten. Maar wat dat betreft ben ik blij dat we ook daar antwoord op hebben kunnen geven. Nogmaals heel veel succes. Fijne dagen iedereen, ook hier en thuis. En gezond weer het nieuwe jaar. Dankjewel. Ja, daar sluit ik me bij aan. Is er nog iemand met een vraag voor een van de twee? Dan wens ik u allen nog een fijne avond en nogmaals fijne dagen.